Dat straks, maar we gaan eerst naar de rechtbank. Praten met een gevangene of een rechtszaak meemaken. Vandaag kon het, want bij de rechtbank in Nederland was het open dag. Zo ook in Zutphen. Daar kon je alles te weten komen over kinderen en de rechter. Als je echt iets ergs hebt gedaan en voor de rechter moet verschijnen, dan kom je op deze manier binnen, in een boevenbusje. Maar ook brave borsten konden er vandaag een kijkje nemen. Het was op zich wel een beetje klein, maar wel leuk. Wist jij dat je vanaf 12 jaar voor de rechter kunt komen? Even de rug. Eenmaal binnen in de rechtbank word je goed gecontroleerd. Bijvoorbeeld of je geen wapens bij je hebt. Vandaag kon je alles leren over de rechtbank. Wist jij bijvoorbeeld dat ieder jaar 35.000 kinderen met een rechter te maken krijgen omdat hun ouders scheiden? Normaal mag bij dat soort zaken geen publiek. Maar vandaag is dat anders. Speciaal voor de open dag wordt er een echte rechtszaak nagespeeld. De rechtbank, thuis staan. De ouders van de 12-jarige Sarah zijn gescheiden. Ze woont bij haar vader en wil haar moeder niet meer zien. De moeder eist nu van de rechter dat ze Sarah wel mag zien. En dat gaat er heftig aan toe. Meneer Van Maurik, het zit u hoog, dat begrijp ik. Maar u moet even naar mij luisteren. Ik had niet verwacht dat die rechter zou praten van nu mag u, dat soort dingen. Echt heel streng is. Ja, dat ze echt wel heel streng is. Even verderop wordt een ander bijzonder verhaal verteld. Daar kun je praten met iemand die in de gevangenis heeft gezeten. Hij wil liever niet met zijn gezicht op de televisie. Ja, jullie zitten hier in de rechtszaal. Ik heb dit allemaal meegemaakt als boef zijnde. Ik was een stoute jongen. Hij verkocht drugs. Op een dag ging het mis. Hij kreeg ruzie met andere drugshandelaren. Zij trokken een pistool en hij ook. En ik heb 2 van die jongens geraakt, maar ze zijn niet dood. Hoe lang had u in totaal vastgezeten? Ik heb in mijn hele leven heb ik in totaal 13 jaar in de gevangenis gezeten. De reden waarom ik dit aan jullie wil vertellen. De meeste kinderen denken dus dat er heel veel geld in valt te verdienen. Maar dat is niet zo. Ik heb er wel veel van geleerd. En ik hoop dat ik het later niet dat niet met mij gebeurt. Erg indrukwekkend. En ook dat hij iemand heeft geraakt met een pistool. Degene die de straf bepaalt is natuurlijk de rechter. En die kun je herkennen aan zijn toga. Een soort uniform, ja. In Engeland heb je er nog een mooie pruik bij. Dat hebben wij gelukkig niet. Maar je zit in je functie als rechter hier. En om dat te benadrukken, zit je niet in je eigen pak, maar in je toga. Het kost me nu ongeveer zo'n 10 seconden om die toga aan te trekken. Maar wist je dat in Nederland 10 jaar moet studeren om rechter te kunnen worden? Staat me wel, hè? In de rechtszaak over Sarah heeft de rechter besloten dat de ouders eerst samen moeten praten. Een bemiddelaar zal proberen om samen met hen een goede oplossing te verzinnen. Ik schors de zitting. Ik vond dat de rechter wel gelijk had. Gelukkig maar. Wil je meer weten over recht of meer horen van het verhaal van de man uit de gevangenis? Ga dan naar onze site.